Ik denk sowieso dat de media veel kan doen, namelijk daar dingen over blijven vertellen. We hebben met Radio Gaga drie seizoenen mogen maken. En dan merkte ik aan de reactie toen de aflevering op antenne was, hoeveel vooroordelen dat er nog zijn en hoeveel taboes dat er nog rond geestelijke gezondheidszorg hangt. En dat mensen eigenlijk naar mij kwamen en zeiden van, amai, ik heb voor het eerst iemand horen vertellen over een psychose en die was 22 en die zag er eigenlijk super normaal uit, zoals jij en ik. En dat zijn toch nog dingen die dan toch moeten verteld worden, op gelijk welke manier, in alle vormen dat de media nu heeft, op alle gebied. We zijn ook in een plek geweest waar mensen zitten die aan de ziekte van Alzheimer en dementie worden opgevangen. En dan merkte hoe weinig dat we eigenlijk weten en hoe weinig dat verteld wordt op iets breed als televisie. En ik denk dat, ik vind het onze verantwoordelijkheid om dat te doen, middels verhalen te vertellen van mensen die van heel dichtbij daarmee te maken hebben. En we vertellen vaak een verhaal over mensen die de aandoening hebben, en dat is zeker noodzakelijk. Maar het is evenzeer belangrijk om het te hebben over de mensen die rond daarmee om moeten. Omdat is vaak nog wel een pijnlijke weg waar ook nog heel veel ingeslikt wordt en niet gezegd wordt. En dat is voor mij een van de kernen van wat we proberen te doen hebben met Radio Gaga. Is tijd en aandacht geven aan mensen die het misschien niet altijd gekregen hebben. En de reacties die we daarop gekregen hebben, steunen mij daar ook in dat nodig is. In een wereld waarin dat we toch allemaal een beetje op onszelf worden terugplooien, lijkt het mij belangrijk om in te zetten op dat draagvlak en op dat sociaal vangnet. Maar ook om dat tot in de huiskamer te krijgen en om daar wat meer begrip en empathie voor op te brengen. Ja, ik denk dat we daar niet nooit genoeg van kunnen krijgen.